Het feit dat ik de aandacht van mensen trek als ik rondloop, terwijl ik er al zie als een skelet en met make-up van een suikerschedel op mijn gezicht. Ik weet dat de mensen denken, waarom ziet hij er in godsnaam zo uit? De meeste mensen denken, oh ja, Halloween. Maar daar kan ik mee leven. Maar ik voel mij cultureel en artistiek geschoosverd als sommige mensen roepen, hé, Zwarte Piet. Eerlijk gezegd, wil ik op die moment mijn hoofd ronddraaien als het meisje in de film The Exorcist en over hen heen kotsen. Ik ben geen kadaver Piet en verkleed me niet zo voor Halloween. Wat je op die dagen ziet is dat ik een authentiek Mexicaan ben en Dia de los Muertos, dag van de doden, vier. Ik was nog een kind toen ik took it hoe mijn abuelita, omaatje, oude foto's op de salontafel zette van mensen die ik neger kende. Ook zette zij tientallen oranje en paarse bloemen om haar heen. Zij stak kaarsen en wierook aan en zette overal glazen water neer. En daarna zette zij veel eten neer. Mandarijnen, rieksuiker en mijn favoriete fruit, hagedorn. Er was mole of pikante chocolade curry, tamales of maïsdegrollen, een brood in de vorm van een schedel dat pan de muertos wordt genoemd. Op dat moment begreep ik nog niet wat dit betekende, dus ik nam ik ze te eten. Niño, jongen, schreeuw zij, dat kun je niet eten. Deze maaltijd is speciaal voor de doden. Als je hun voedsel eet, dan worden de geesten boos en zullen zij jou straffen. Ik was meteen verkocht. Geesten die rond waren in ons huis. Wauw, dit is fantastisch. Mijn abuelita legde uit dat de doden één keer per jaar terugkomen naar onze huizen om feest te vieren en dat wij onze gasten met veel respect moeten behandelen. Abuelita, wie is deze vrouw? Vroeg ik. Dit was mijn moeder. En waarom is zij overleden? En hoe is zij overleden? En was je erg verdrietig? En. En dat was de echte magie. Door deze traditie ontmoette ik iedereen in onze familie van wie ik niet de kans had gehad om zij te leren kennen. Met de jaren werd het feest steeds beter voor mij. Naar de markt gaan op deze dagen was een fantastisch avontuur. Bijvoorbeeld de dag dat wij naar de suikerschedels zochten met mijn naam erop. Maar René is geen Mexicaanse naam, dus wij konden er geen vinden. Abuelita, waarom zoeken wij een suikerschedel met mijn naam erop? Omdat, mijn lieve jongen, jij er op een dag ook zo oud zal zien. Maar niet in suiker, alleen boten. Ga je dood? We gaan allemaal één keer dood. Dat is onze enige zekerheid in het leven. Ik ga ook één keer dood, zei zij tegen mij. Maar ik wil niet dat jij dood gaat. En voordat ik kom halen, prokte zij me vol met suikerschedels. Maar het drama was nog niet over. Niet omdat ik doorging met mijn sterfelijkheid in twijfel te trekken. Maar omdat ik de auto van mijn opa eronder kotste door een heerlijke overdosis suiker. En mijn opa hield meer van zijn auto's dan van mijn oma. In een ander jaar kwam mijn familie uit Mexico-stad naar onze huis en hadden wij een fantastische picknick op de begraafplaats. Het was daar zo druk, maar ook zo de moeite waard. Alle kinderen mochten meehelpen om de graven schoon te maken en te onderhouden. Wij zetten bloemen neer en luisterden naar de grappige verhalen van onze doden. Het was bijzonder om te ervaren hoe een plaats van de dood zo kon opleven door alle kleuren, het heerlijke eten en de muziek. Eens was mijn abuelita erg verdrietig tijdens Dia de los Muertos. Dit keer voeg zij een nieuwe foto toe aan het altaar. Het was een foto van mijn oom Armando, haar laatste broer die nog in leven was. Ik noemde hij altijd mi tio Malito, mijn lieve oom in pijn, omdat hij leed van een agressieve vorm van botkanker. Abuelita, haal niet. Mi tio Malito kwam op bezoek en je kon niet verdriet zijn. Ik begrijp niet wat mijn abuelita voelde tot het jaar waarin mijn opa overleed. Ik was 14 jaar en ik moet toegeven, een foto op het altaar zetten voelde niet magisch meer. Het deed pijn. In 2009 was mijn abuelita te oud geworden
om zelfs naar de markt te gaan en een altaar te bouwen. Ik was druk om de papieren in orde te maken om mijn kat naar Nederland te brengen. Maar ik zag aan haar gezicht dat zij verdriet was. Abuelita, wat is erg? Vroeg ik. Vandaag is het Dia de los Muertos. En ik keek naar haar gezicht en mijn hart smolt toen ik haar betraande ogen zag. Zal ik spullen meenemen van de markt? Kun je dat voor mij doen? Zij glimlachte blij. Natuurlijk, dat kan ik. Later die avond hoorde ik mijn abuelita schreeuwen naar de kat. Hey, wat is er gebeurd? Dat klote wees drinkt het water van het altaar. Al die jaren dacht ik dat onze doden dorst hadden, maar het was die stomme kat. Shh. Maak je niet druk, hij zal dat nooit meer doen, zei ik. Dat was onze laatste Dia de los Muertos samen. Na al die jaren in Nederland weet ik nog steeds niet of iemand haar heeft geholpen om een altaar te bouwen voor Dia de los Muertos. Zelfs vierde ik Dia de los Muertos met kinderen. Ik droeg mijn altaar op aan Amy Winehouse, Whitney Houston of andere overleden sterren. Maar ook voor mij kwam de zware dag dat ik mijn dierbaren moest bijzetten. Eerst kreeg mijn tante Maricela een beroerte en overleed. Maanden later overleed haar moeder, mijn tante Blanquita, van verdriet. Tante Edna overleed nadat zij 10 jaar had gevochten tegen kanker. En mijn lieve tante Lupita, mijn pleegmoeder, overleed aan een bloedvergiftiging. Mijn oom Ramon, de enige biologische zoon van mijn abuelita, overleed van een onvindbare hersentumor. 1 jaar daarna overleed mijn prachtige abuelita. De vrouw die mij deze wereld volmaakt had laten zien aan de complicaties van een heupoperatie. Ze overleed in de armen van mijn zus, omringd door haar dierbaren. Ik mag toegeven dat mijn altaar niet typisch Mexicaan is, maar ik doe met liefde wat ik kan. Ik heb geen pan de muerto of mole, omdat ik dit niet kan kopen in Nederland. Maar waarom zou ik eten op het altaar leggen als mijn koken rouwt naar mijn oma's Mexicaanse en Spaanse gerechten? Wat ik mijn oma wel geef is de eerlijke geur van prachtige gardenias, haar favoriete bloem. Gelukkig kan ik voor mijn tante Lupita kamelsigaretten, coronavier en tequila op mijn altaar zetten. Maar zij is sowieso elke keer bij ons als wij films kijken, want bij ons thuis worden films beschouwd als verfijnde kunst en niet slecht als vermaak, zoals zij mij heeft geleerd. Dit jaar heb ik ook de 2 zilveren medailles van mijn oom Carlos bijgezet, die vorig jaar plotseling overleed aan een hartaanval. Hij was een van de meest strikte mannen die ik ooit heb gekend en de laatste patriarch in de familie. Ik weet dat wij vaak oneenigheid hadden toen ik jonger was. Maar tijdens mijn oma's begrafenis liet hij mij weten dat hij trouw op mij was. Dankzij hem weet ik dat ik alles kan bereiken in het leven als ik hard werk, discipline heb en vastberadenheid toon. Dus, die doet Mexicanen tijdens Dia de los Muertos. We eren hen die ons hebben geholpen om te worden wie wij nu zijn. Het zijn 2 dagen van hard werken voor een avontuur dat ons uitnodigt om na te denken over onze oorsprong, leven en dood, herinnering en nalatenschap. Het zijn 2 magische dagen waar wij leren dat onze doden niet dood zijn, maar dat wij ze in leven houden door onze gedachten en in ons hart. P.S. Abuelita, de kat drinkt nog steeds het water van het altaar.